De heer Van Meijeren. Dank u wel, voorzitter. En ook dank aan de heer Kuipers. Voorzitter, het gaat al sinds het begin van dit coronaschandaal over die druk op de IC's. Toen Forum voor Democratie er in februari, maart vorig jaar voor pleitte om de IC-capaciteit fors en structureel uit te breiden, werd nog gezegd: we kunnen niet zomaar een blik IC-verpleegkundigen opentrekken, want die opleiding duurt een tijdje. We zijn inmiddels 20 maanden verder en daarom vroeg ik me af of u iets kunt vertellen over het aantal extra verpleegkundigen dat nu gestart is aan die opleiding tot IC-verpleegkunde, wanneer zij hun opleiding afronden en of het kabinet wellicht stappen had kunnen zetten om dit proces te versnellen. Ja, dank. De instroom in de opleiding voor IC-verpleegkundigen liep ook voor COVID helaas al lang achter. Om de eenvoudige reden wil ik bijna zeggen, maar het is niet zo eenvoudig, dat de jonge mensen er niet zijn. En dat het op het moment dat je een tekort hebt nog lastig is om ook voldoende opleidingscapaciteit te creëren, omdat het ook heel erg een praktijkopleiding is met directe één-op-één begeleiding. Dus we liepen al achter en in deze fase hebben we die achterstand zeker niet ingehaald. Het aantal IC-verpleegkundigen, ik durf het exacte aantal niet uit mijn hoofd te zeggen, maar is eerder achteruit gegaan dan vooruit gegaan. Ik hoor veel verhalen over: is het dan niet mogelijk om ergens een COVID-IC-kliniek van, en dan wordt er een getal, hè, 100 bedden, 500 bedden, etc. Maar het gaat niet om de bedden, het gaat niet om de apparatuur, het gaat echt om het personeel. En die hebben we niet. De vacatureruimte in de ziekenhuizen, het gaat ook over, niet alleen op de IC, het is heel, heel breed. Het is heel begrijpelijk en voor nu de afgelopen 22 maanden dan komt het woord IC ongelooflijk vaak voorbij, inclusief getallen. Maar voor COVID moet u zich voorstellen dat het echt maar het piekje van de ijsberg is. Het is maar een fractie van het totaal aantal patiënten. De grootste belasting begint allereerst in de wijkzorg en bij de huisarts. En dan op een spoedeisende hulp en in een kliniek. En dan voor een stukje nog op de IC. Dank. Nee, voorzitter, was... mag ik dan een punt van orde maken? Nee. Doen we niet. Want ik mag geen punt van orde maken. Nee, want het is een technische briefing. Dus we stellen hier vraag, antwoord en geen een punt debat. Van orde, dat is dus niet toegestaan, begrijp ik. Hoor nou, ik zou niet weten welk punt van orde u zou moeten maken, aangezien we niet in een debat zitten en gewoon vraag en antwoord. Dus we zitten in een commissievergadering en daar geldt een reglement van orde voor. En ik heb graag welk punt van orde wilde u maken? Aan het begin van deze vragenronde gaf u aan dat sprekers die geen vraag hadden bij de volgende sprekers wat extra ruimte zouden hebben. Ik heb bij 2 van de 3 volgende sprekers geen vraag, dus ik zou graag hier wat extra ruimte willen hebben. Nou, dat is dan heb ik het inderdaad misgehad. Excuses, dat mag u doen. Dank u wel, voorzitter. Ten eerste was een van mijn vragen niet beantwoord, namelijk welke stappen heeft het kabinet gezet of had het kabinet moeten zetten om deze procedure te versnellen? Want het kan toch niet zo zijn dat in een welvarend land als Nederland in 20 maanden tijd geen één extra IC-verpleegkundige kan worden opgeleid. De opleiding tot IC-verpleegkundige duurt 18 maanden. We kunnen de arbeidsvoorwaarden verbeteren. We kunnen IC-personeel dat de afgelopen jaren in grote getalen is ontslagen of wegbezuinigd vragen om terug te komen. Er zijn zoveel mogelijkheden als we denken in oplossing. Ik hoor hier geen woord over. Kan de heer Kuipers vertellen of het kabinet meer had kunnen doen om het aantal IC-verpleegkundigen dat nu de opleiding bandjes afkomt te versnellen en te vergroten? Ik zou dolgraag het antwoord geven dat het kabinet het waarschijnlijk had gekund, maar ik ben bang dat er niet zo heel veel is. Het is niet een tekort aan financiën. Het geld wordt beschikbaar gesteld. Het is ook niet een tekort aan capaciteit of uitbreiden van capaciteit, bijvoorbeeld voor beroepsopleidingen voor verpleegkundigen, om ze daarna door te laten stromen naar IC-verpleegkundigen. Het is ook niet het gebrek aan mee willen denken om opleidingen anders in te richten. Bijvoorbeeld zijn we bezig met een traject om de combinatie, de opleiding voor spoedeisende hulp, ambulance en IC-verpleegkundigen te combineren tot 1 en dan een verpleegkundige acute zorg. Daar waren we al mee bezig voor COVID en dat is alleen maar doorgezet. Dus een kabinet en de overheid doet zeer veel. Het probleem zit er simpelweg in de beschikbaarheid van mensen die dan in die opleiding instromen. En de manier waarop we ze nu, zoals het net ook al een aantal keer gevraagd werd, ze gewoon langdurig hoog belasten. Mevrouw van der Plas. Ja, dank u wel. Maar ik heb meerdere vragen, maar laat ik het er inderdaad maar bij één houden voorlopig. Ja, niet zozeer een virus, maar een verzwakt immuunsysteem is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Ik neem aan dat we
het daar met elkaar over eens zijn. He, kijk ook naar de griepprik. Dat wordt gegeven aan mensen die zeg maar kwetsbare groepen zijn. En ik vraag me af van... Moeten we ons daar niet op gaan richten? He, dus ook die groep die een verzwakt immuunsysteem is... die dus kwetsbaarder is voor een besmetting met COVID... en dus eerder kans heeft om op een IC terecht te komen... dan dat we generieke maatregelen gaan uitvoeren op een hele grote groep... waaronder ook jonge mensen tussen de 13 en laten we zeggen 30 jaar... die allemaal relatief gezond en weerbaar en sportief zijn... Want die worden nu ook getroffen door al deze maatregelen. Moeten we het niet gewoon in een soort van cluster gaan werken? Van dit is de grootste risicogroep en het meest kwetsbaar en een verzwakt immuunsysteem. Dat blijkt ook uit de onderliggend lijden van de IC-opnames. En ik ben eigenlijk even benieuwd hoe u daarin staat. Ja, helemaal met u eens dat de grootste kans om ernstig ziek te worden, overigens niet, het is niet een absolute, maar de grootste kans is bij onderliggend lijden. En aangezien de kans op de aanwezigheid van een chronische ziekte toeneemt met de leeftijd, zie je dat ook gereflecteerd in het aantal ziekenhuisopnames en leeftijd. Dat is niet absoluut zo. Hè. Er zijn ook mensen die tevoren volslagen gezond zijn... en nog nooit bij een arts geweest zijn en die toch met COVID op een IC terechtkomen. Maar het zijn altijd relatieve kansen. Wat wel zo is, is dat op het moment dat ook de jongere groep alles loslaat... en zeer grote aantallen besmettingen... dan is de kans dat zij het alsnog overdragen aan willekeurig wie van de kwetsbaren... die zij maar ergens in de buurt komen, is veel groter. Dus er zijn twee manieren. Je kunt sturen op het totaal aantal besmettingen in de populatie... wetende dat dat ook wat doet op de kans dat de kwetsbare mensen besmet raken. Of je moet op een of andere manier in staat zijn om de kwetsbare groep hetzij extra te beschermen. Nou, dan hebben we het net gehad over een booster... Ik heb iets genoemd wat potentieel voor een selecte groep in aanmerking kan komen... wat het nu nog niet is, maar specifieke antistoffen die je kunt toedienen. Hetzij, je moet maatregelen hebben waarbij je die kwetsbare groep dan zoveel mogelijk isoleert. Nou, dat is een enorme uitdaging. Is er nog een hele laatste prangende vraag? Want anders wil ik voorstellen dat we naar de volgende ronde gaan. Is dat akkoord voor jullie? Mevrouw Van der Plas, u maakt nog gebruik van de laatste vraag. Gaat uw gang. Ja, dat klopt. Want dat is nog even ter aanvulling op mijn vraag over dat onderliggend lijden en verzwakt immuunsysteem. Want ik ben dan wel even benieuwd, hoe lang gaan we boosteren in Nederland? Gaan we dat eeuwig doen of stoppen we daar op een gegeven moment mee? Hoe lang zijn die boostercampagnes nog? Ja, de tijd moet het uitwijzen. Dat bedoel ik helemaal niet als een flauw antwoord, maar... Dit is, ik heb het eerder wel eens genoemd, dit is de derde winter dat we ermee bezig zijn. Dit is de eerste booster na een vaccinatie. En u kent de verschillen. Er zijn vaccins waarbij je eenmalig in je hele leven op kinderleeftijd gevaccineerd wordt of op babyleeftijd. En er zijn vaccins waar zeker de ouderen en de kwetsbaren ieder jaar voor geboosterd worden. Ik heb vanochtend mijn griepvaccin weer gekregen. En waar we hiermee eindigen, we weten het niet. Voor nu is er indicatieve reden om te zeggen dat het verstandig is om te boosteren. Zeker beginnend bij de 60-plussers en bij het zorgpersoneel. En of het met een eenmalige booster voldoende is en het daarna blijvend over, dat zullen we moeten zien. Ik denk dat het voor nu verstandig is om ook rekening te houden met de mogelijkheid dat dit een jaarlijkse booster is, à la de griep. Maar dat je het dan ook in moet richten à la de griep en dat je dat moet doen aan het begin van het seizoen en niet in de loop of aan het eind van het seizoen. Oké, dank. Ik wil de heer Kuipers hartelijk danken weer voor zijn aanwezigheid, zijn briefing. Dan gaan we even kort schorsen, een enkele minuut.